Ruud Gullit, die had een beetje kritiek op Frenkie de Jong. Oftewel, die wilde hem toch wel een beetje triggeren. Snappen jullie dat? Dat je denkt van ja, nou, geef hem maar een duwtje. Tijd mee bezig. Het doet me een beetje denken aan, aan Johan Cruijff. Die in het verleden aandacht schonk aan de spelers die meer waarde hadden. En dat doet Gullit nu ook, vind ik. Die tart hem op een positieve manier. Hij denkt dat hij veel meer kan dan hij tot nu toe laat zien. Hij heeft natuurlijk in zijn interlands heeft hij ook nog niet waanzinnig veel gescoord. Ook bij Barcelona scoort hij niet zoveel. Hij zakt steeds verder terug eigenlijk. Hij wordt ook vaak in de laatste linie opgesteld. Maar het is een fantastische voetballer die een meerwaarde heeft. En op het middenveld, nou goed, dat weet hij als geen ander, mensen kan uitspelen waardoor je een overtal kan krijgen. Ja, oké, maar hij is niet fit, Wesley. Nee, dat wordt een probleem. Nee, hij is niet fit, maar ik wil wel wat daarop zeggen, op Jack. Want hij is ook niet zo'n type speler die een goal moet maken of een assist moet geven. Frenkie is, en dat vergeten wij soms wel eens in Nederland, Frenkie is geen nummer 10. Jij vindt hem een 6? Ik vind hem meer een 6. Meer een controleur die een verbindingsspeler moet zijn. Ja, dan hoef je toch niet. Je kan niet verwachten dat hij bij de centrale verdediger, bij Virgil, die bal ophaalt. Dan vervolgens het hele veld overdribbelt en dan een assist of hem in de winkel haalt. Hij is gaandeweg zijn carrière is hij meer van de teamplek afgegaan. Want daar was hij in eerste instantie wel. Ik vind Frenkie totaal geen nummer 10, maar goed. Ik vind, wat dat betreft, de kritiek die er is, vind ik wel terecht. Ja. Want Frenkie is niet de speler die constant is geweest in de afgelopen jaren. Hij heeft een fantastisch jaar gehad bij Ajax. Daar heeft hij een hele mooie transfer mee verdiend. Alleen als je kijkt ook naar de afgelopen jaren, is Frenkie ook heel vaak geblesseerd geweest. En dat gaat dan op een gegeven moment toch aan je vreten. Frenkie is geen Robben. Die is ook de helft van zijn carrière geblesseerd geweest. Maar ja, die heeft wel wedstrijden beslist. Zowel voor de nationale ploeg als voor zijn clubs. Komt ook en Frenkie is niet zo'n speler. Dus dan langzaam ebt dat ook een beetje weg. Hè? Ja. En alleen Robben had dan weer een moment. En dan zat hij, we weten allemaal, die kennen we die beelden nog. Bij Dick van Toren zat hij in die houten machine. Ja. Zat hij. En uiteindelijk stond hij daar op het WK. En was die bepalend, was die belangrijk. Dan vergeet je de rest al snel. Alleen ja, die pech heeft Frenkie. Dat, ja, hij kan geen wedstrijden, maar dat hoeven we ook niet van hem te verwachten. Maar het is wel een grote voetballer. Laat zeker, absoluut. Alleen als je 3 keer achter elkaar geblesseerd raakt aan dezelfde enkel en je hoort hem zelf ook al praten over het moet niet chronisch worden. Ja, als dat tussen je oren gaat zitten, maar met name in je enkel gaat zitten, dan heb je gewoon een groot probleem. Maar in hoeverre is die blessuregevoeligheid, want net bij Bijlo ging het er ook al even over. In hoeverre vind jij nou, is dat dan een speler aan te rekenen? Nee, ligt aan de type blessures. Hè. Je kan een enkel blessure hebben of een knieblessure. Dan zijn er meestal door middel van een tik is dat ontstaan. Maar als jij een spierblessure hebt, ja, dan zal je misschien, en die komt vaak terug, dan zal je misschien anders moeten gaan leven. Dat zou heel goed kunnen. Of dan zal je hem wat meer op rek moeten brengen. Nou, bij Frenkie is het wel, het is niet alleen zijn enkel. Hè. Nee. En er zijn ook spierblessures. Ja. Dus het is, kan ook pech zijn. Het kan ook een periode van nu zijn. En dat hij nu denkt van, nou, ik ga me nu even helemaal klaarstomen voor dit EK. Daar ga ik het laten zien. En daarna ben ik fit. En dan trek ik die lijn door. Want uiteindelijk, uiteindelijk is dat ook een stukje ervaring. Ja. Dat je lichaam op een gegeven moment, die ga je leren kennen. Ja. Dus dan weet je ook van, hé, nu moet ik even mijn rust pakken. Een scenario. Maar dan met een happy end, laat ik het zo zeggen. Uitkijken wat je zegt. Ja, zeg je nou toch allemaal weer, Jack? Nee. Ja, ik ga je niet mee. Ik snap je heel goed. Niet op social. Je wordt een beetje spiegelig. Nee, ik ben blij dat jij ertussen zit. Nee, ik hou het hier in de gaten. Ik zie wel wat je doet, hoor. Ik heb je ook in mijn neus.